11 november en je bent aan het kuilen? Ja, wij snappen het net. Dat heb ik dan nooit meemaken. Het is wel dat de salet in het jaar nog gas is, maar normaal gesproken is het volle water niet lang. Hij komt net meer op het land, maar het zwieren eigenlijk. En dan heb je nou zeggen, oh, het is kurk door. We kunnen je super op zakken tot lang in het meer. En dat is zo bijzonder. Wel droeg niet lang, maar is het gas ik droeg? Gas is ik, nou, het is net super droeg. Want het waar is net echt zinnig, maar en dat krijg je in deze tijd van die heb ik niet meer. Maar het is best nog wel een mooi product. Ja, ja, daar kan je die vetting er lekker van. Wij hadden trouwens dit ik net verwacht hè, dat we naar Keulen moesten. We hadden de meermachines als kind. En toen bellen die boeren van ik wil graag naar Meer en ik wil Keulen. Nou, we zijn een klant is koning, een meermachine uit Hakwaai en Meer. We hebben nooit keer maken en oppakt, dit en ook gebeurt. Dit is leer. Denk ik dat we dit voor het weer maken? Wat doe je dan oor zou je in november binnen? In november dan doen we alle soorten werkzaamheden en soort in de wegenbouw, kraanwerk, alles wat we dwang kunnen, dat doen we. Je vroeger 14 in je werk en ik ben sinds augustus ben ik hier weg. Oh, dus ben je een tientje uit geweest? Ik ben een tientje uit geweest, ja. Ja. Ik heb samen met de dochter van Brons heb ik het bedrijf overgenomen en zetten wij het bedrijf terug. Normaal gesproken dan zit ik eigenlijk haast nooit meer op een machine, maar omdat het zo druk is en dit, ja, dit moest even gebeuren daartussen, ben ik zelf op het trekker gestapt en dan pakken we dat even mooi. Dan heb je in elk geval een goede hulp bij die? Ik heb een goede hulp bij mijn honden. Ja nou, is het al trekken wie de honden? Wol op zijn liefste trap trekken nou. En wat is de beste trekker? John Deere nou? Ja. Vinden de kei dit nou ook lekker? Eigenlijk wel. In het begin meestal dat ze dat spannend vinden, maar daarna staan ze rustig als wat. Eigenlijk. Op een enkele na. En waarom doe je hem dit? Om ze weer. Ze hebben de hele zomer buiten gelopen en dan komen ze weer op stal. En om ze dan even weer schoon te krijgen en in het voorkomen van luizen, om alles weer even fris te krijgen. Anders beginnen ze te zweten van de winter. Omdat ze eigenlijk van nature voorbereid zijn om de hele winter buiten te zijn. Maar omdat ze toch in de stal staan, dan hoeft dat niet. Dus beginnen ze enorm te zweten. Dat is net als dat je zelf met de winterjaars aan in huis zou zitten. Dat doe je ook niet. En hoeveel doe je er op een dag? Ongeveer 10 per uur. Dus een 70 op een dag, 80. En dan, het is net wat de boer wil, of dat hij de hele koe geschoren wil hebben. Sommigen willen ook alleen de staart en uiers. Of de koppen willen sommigen ook nog, dat die ook nog helemaal gedaan worden. Kijk, dan doe je uiteraard meer of juist minder. En dan krijgen ze een ooie dezelfde koe? Eigenlijk wel, gewoon kort. Ja, hoeveel millimeter is het? Weet niet eens. Maar nee, we gaan geen modelletjes. Of ja, als de boer wil, dan gaan we ook modelletjes maken. Maar dan moeten we daar eerst nog voor op les. Zou gek hem er net mooi maken? Nee. Geen hartjes of wat dan ook. Hoor. Nee. Daar ben je boer nog even eerst een nuchter voor. Dus ja, daarom. Wil je hem nou ook nog heel tijd rapper? Nee. Je kunt wel rapper gaan, maar dan blijft het ook het gedeelte staan. En dan wordt de koeien er ook onrustiger van. Want wil je mij nou op letten? Nou, sowieso op de achterpoot. En de buurvrouw. En de aders onderin, dat je die niet te pakken hebt, dat die lekt.
krijgt. We hebben het nooit gehad, gelukkig niet. En met uien scheren een beetje opletten. Oh, want je zoen had je het verkeerde, of zoen je de kook nog lek keren in? Ja, onder bij de aders, zeg maar, bij de hoofdaders, de melkaders. Dan, als het verkeerd kan, het gebeurt wel enkele eens, maar we hebben bijna nooit gehad eigenlijk. Zo. Dan heb je de hoofdslagader wel te pakken en dan is het feest. Ja, en dat dus om te denken dat je net een skop krijgt. Ja, dat gebeurt ook wel enkele eens. En helemaal wat blauwe plakken hoor? Ja, dit jaar ook wel. En vliegles vorig jaar, 2 jaar geleden. Zet een kap tussen mijn benen en die gooit me 2 meter lucht in. Dus, hij maakt wat mee onderweg soms. Ah, het is altijd wel leuk, maar helemaal op het einde van het seizoen, dat heb je eigenlijk met alles. Dan ben je er stiekem aan wel klaar mee. Maar nu is het nog hartstikke mooi en dan beginnen we alle ochtenden met heel veel plezier. Nou, als het al niet zicht is, dan kun je een zwarte wiet machine. Nee, daar ben ik op een gegeven moment wel klaar mee, ja. Dan, maar ja, het hoort erbij.